ik had wat twee races. 1500 meter heb ik aangetrokken tot 1000 meter. De 800 meter heb ik aangetrokken tot 600. En deed ik dan voor het veld dat liep en de teammaatjes die ertussen lopen. En waarom doe je dat? Ik kan ook gaan trainen, maar ik kan ook mijn teammaten helpen. En dat is toch een stuk leuker. Ja. Ja, maar uiteindelijk, je wint er zelf niks mee. Ik krijg er wel vergoeding voor. Oh. Maar het gaat vooral om dat je gewoon je teammaten kan helpen. En als je teammaten ook goed gaan, dan is het gewoon een positieve sfeer in de trainingsgroep. En dat zorgt ervoor dat iedereen gewoon goed op zijn gemak zit. Eerder op de dag kwam Nina van Diepen, het zusje van Tony, in actie in Lisse. De 19-jarige atlete loopt pas sinds kort bij de senioren op de middellange afstand. Ik zou echt super gaaf vinden als ik haal wat hij allemaal haalt. Maar ik ben wel gewoon realistisch met mezelf dat niet gaat gebeuren. Dus ik ben meer gewoon mezelf verbeteren en wel gewoon in de regio. En dan wil ik gewoon kijken hoe ver ik kom, maar ik ga me niet mijn brood ervan verdienen. Dus er zijn voor mij ook heel veel andere dingen die ik wel moet doen dan behalve trainen. Nina wordt gecoacht door haar opa, Peter Winkel. Zoek je ontspanning in je armen, Nina. En ook Tony begon ooit bij de coach uit Velzen Noord, die al 50 jaar in het vak zit. Het gaat van vader op zoon, van opa op kleinkind. En dat is ontzettend mooi en ook ontzettend fijn om te mogen beleven. Hij staat weer op 8, hoor. Ja, en het afgelopen weekend met de wereldkampioenschappen, dat was het summum. Mevrouw en ik zaten als pupillen of pubers, of hoe je ze noemen wil, zaten te schreeuwen met z'n tweeën bij de televisie. En de haas van dienst vandaag is Tony Tulips. En dan heb ik natuurlijk over Tony van Diepen. Tony is een hele bijzondere atleet en niet omdat het mijn kleinzoon is. Het is een man die... Een goede 800 kan lopen, een hele goede zelfs. Hoe goed, daar moeten we nog achter komen. En hij heeft die 400 meter, die zeker indoor, kan hij lezen gewoon. En dat is een bijzondere combinatie. En met die bijzondere combinatie moet Tony nog een ticket naar Tokio veroveren. Hij gaat al met de estafetteploeg naar de Olympische Spelen, maar op zijn individuele afstanden moet hij zich nog wel zien te kwalificeren. Ja, ik ben van plan volgende week te doen in Tsjechië, Ostrava. En anders op een latere datum. Dan gaat het gebeuren? Ja, in principe gaat het gewoon over de week gebeuren. Daar ben je 100% van overtuigd? Ja. Ja. Hoe komt dat? Ja, de vorm is geweldig. En de 400 meter heb ik al bewezen. En nu nog een rondje meer.